even op moeten hebben, man. Ja, zeker. Is gelijk. Is gelijk. Superleuk. Bedankt. Tot ziens. Welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Humble Heroes. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. Een zangeres die met de grote namen uit onze Nederlandse industrie speelde, maar ook ver daarbuiten. Maar nog fijner en nog toffer, ze maakt ook waanzinnig eigen muziek en timmert daar heel hard mee aan de weg. We hebben het over niemand minder dan Sarah Jane. Sarah, super fijn dat je hier bent. Je hebt met een fantastische band heb je hier gespeeld. Mm-hmm. En ik was benieuwd, is dit nou een soort van natuurlijk habitat, zo'n studio waar jij in werkt met je band? Ja en nee. Het is alweer een tijdje geleden dat we echt de studio in zijn gegaan. Dus voor ons is dit ook een beetje een field trip, soort van. Om yeah. zo'n mooie studio te mogen opnemen. Maar we komen er vaak. Ja. Individueel of samen. We zijn wel veel in de studio. En was je al in deze studio een keer geweest? Nee, ik was hier nog nooit geweest. Het is echt heel mooi. En dan gelijk even over je band en je muziek. Wat heb je gespeeld? Want we hebben twee hele toffe tracks van je gehoord. Wat heb je gespeeld en met wie heb je gespeeld? Ik heb met Kick, Boy en Reindert heb ik gespeeld. Dat is mijn vaste band al een tijdje. En de nummers die we hebben gespeeld, we zijn eigenlijk al lang bezig met nieuwe nummers. Althans, ik ben vooral veel aan het schrijven. Ja. En dit is eigenlijk een beetje een voorproefje van wat er gaat komen. Het is een hele andere richting een beetje waar we op gaan. Wat mellower, deze songs die we hebben gespeeld. Maar het is heel breed. We gaan ook hele toffe op-tempo dingen doen. Maar voor deze set wilde ik heel graag laten zien wat ik ook kan. Dat mensen deze kant van mij niet echt kennen. Dus ik heb geprobeerd om een beetje... In 2014 was die Psychedelic Love. Er zit alweer zoveel jaar tussen. Is dat al 2014? Jezus, dat is al heel lang geleden. Ja, dus ik vroeg me af, hoe gaat het dan in zo'n tussentijd? Want ik neem aan, dat was best een succes, ook bij Radio 6. Mm-hmm. Ik neem aan dat je dan denkt, nu ga ik doorzetten. Meteen met nieuwe nummers. Ja. En nu zijn we toch 7 jaar verder. Ja. Komt het omdat je dan zo druk hebt met andere formaties? Ik heb een blessing en een curse. Ik hou van heel veel verschillende dingen doen. En ik vind het heel leuk om bij verschillende mensen te spelen en heel veel verschillende dingen te doen. Dus ik hou ervan om mijn eigen muziek te maken. Maar dan komen er andere dingen op je pad. En dan ga je dat weer doen. En dan ga je dat weer doen. Dan ga je daar een tour doen. En dan ga je daar een tour doen. Waardoor mijn eigen ding soort van niet op de achtergrond is geraakt. Maar gewoon wat meer aan de zijkant of zo is gezet. En ik ben ook heel erg kritisch naar mezelf. Dus voordat ik iets uitbreng, wil ik gewoon dat het heel goed is. Ik kan voorstellen dat je dat ook... Daar heb je dan veel tijd voor nodig? Ja, niet? Dus het neemt wat tijd in beslag om het goed te krijgen. En goed, en met goed bedoel ik dat ik het goed vind, zeg maar. En dat ik er echt helemaal content mee ben. En dat duurt gewoon even. Ja, en wanneer is het dan goed genoeg voor jou? Ja, nooit. Ja, wat is eigenlijk het grootste verschil dan met de dingen die je doet? Hè? Je bent backing vocal vaak. En, ben ik trouwens mee gestopt. Ik doe geen backings meer. Doe je geen backings meer? Nee, ik doe geen backings meer. Ook omdat je er gewoon... Omdat ik lekker met mijn eigen ding wil bezig zijn, inderdaad. Ja, dus ik heb alles stopgezet waar ik backing vocals bij zong. Heb ik met heel veel liefde gedaan. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Dus het was wel een moeilijke keuze. Maar kiezen voor jezelf kan nooit verkeerd zijn, denk ik. Dus ik heb die keuze gemaakt om echt de focus te leggen op mijn eigen ding. Om daar echt nou een keer content mee te zijn. Om echt een keer te voelen van waar zit mijn kracht en buit dat ook uit, weet je wel. Ga daar een keer op focussen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook... Je leeft van datgene wat je doet, hè, backing. Mm-hmm. En dat zijn op zich tours die voor je worden geregeld. Nu val je dan niet in een diep gat, omdat je nu alles zelf moet doen. Alles moet regelen, de acquisitie, werken aan je gigs. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ja en nee. Want ik ben gewoon begonnen als lead vocalist altijd. Ik heb altijd een band achter me gehad. Ik heb altijd de kar getrokken, weet je wel, voor mijn eigen project. Dus het is niet per se iets nieuws om te doen. Maar wel spannend, omdat je toch elke keer weer nieuwe muziek gaat maken. En het moet maar aanslaan en het moet maar out there komen. Dus het is elke keer wel weer een nieuw obstakel of zo wat je moet overwinnen. Ja. Ja. En over jouw eigen muziek, kun je daar iets meer over vertellen van hoe je daar toe komt? Hoe zien die schrijfprocessen eruit? Werk je met een vaste producer? Je vertelde over je vaste band. Hoe ziet dat hele schrijfproces eruit? Ben je helemaal elite in alles? Ik ben sinds een paar jaar nu ben ik begonnen met zelf produceren. Omdat ik het gevoel had dat ik altijd afhankelijk was van mensen die mijn sound moesten gaan neerzetten. Als het ware producers die dan aan wie je moet gaan vertellen van oké, dit is wat ik wil doen. En dan gaan zij hun invulling daarvan geven. Maar dan wordt het toch een beetje hun sound, als het ware. En tijd is ook een ding. Je moet dan tijd inplannen met mensen. Nou, iedereen is druk. Je weet hoe dat gaat in de muzikantenwereld. Dus iedereen is altijd druk. Dus toen op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ga gewoon zelf proberen wat ik kan doen. En toen ben ik met samples aan de slag gegaan en ik kan een beetje spelen. Dus toen ben ik gewoon zelf gaan produceren. En
ik kom daar een heel eind mee. De preproducties maken en dan naar een producer gaan en zeggen van... Oké, dit is wat ik wil doen. You work your magic. Ik geef hier, stuur hier en daar aan wat ik verder wil. Dat werd veel sneller. Goed advies aan elke zangeres. Eigenlijk wel. Dat je zelf de diepte in gaat. Dat je veel meer kan omschrijven wat je wil. Precies. Omdat je dan veel dichter bij jezelf kan blijven. Omdat jij gewoon, jij hebt de basis gemaakt als het ware. En dan moet je iemand gaan vinden die dat kan uitwerken verder. Weet je wel. Dat is veel makkelijker dan from scratch met iemand anders gaan werken aan iets wat jij eigenlijk wil doen. Dus dat heeft voor mij heel erg gewerkt. De nummers die we vandaag hebben gedaan, heb ik ook zelf geproduceerd. Die heb ik samen uitgewerkt met de band, hebben we live versies van gemaakt. Maar de preproducties zijn voor mij. En het voelt gewoon heel goed om dat verder uit te werken en om daarin uit te blinken. Omdat ik dan gewoon lekker alles zelf in de hand heb en niet meer afhankelijk ben van andere mensen om uiteindelijk iets neer te kunnen zetten. Maar jullie hebben die track, zeg maar, die we ook hebben gehoord zojuist. Mm-hmm. Zijn die dan ook gewoon wel live ingespeeld in de studio? Of is dat ook gewoon echt los van elkaar uiteindelijk? Want de zoals je die hebt gespeeld, klonk het ook gewoon in één keer gewoon je tape hem en hij is klaar. Ja, nee, we hebben ik heb eigenlijk gewoon de preproductie naar de jongens gestuurd. Van oké, dit is wat het is. En dan gaan we de repetitieruimte in. En dan vind ik het heel belangrijk dat ik de input van hun ook erbij heb. Omdat zij het natuurlijk live gaan spelen. Ja. En we moeten even viben erin. En dan komen we met ideeën, zij komen met dingen, ik kom met dingen. En dan maken we er een soort van een geheel van. En dan heb je de preproductieversie en de live versie als het ware. En dan komt dat samen en dan krijg je dit eigenlijk. En als je het over vibes hebt, wat zijn bij jou muzikale vibes in jouw muziek die belangrijk zijn? Wat zijn nou echt die Sarah Jane elementen? Dat is echt een moeilijke vraag. Ik ben daar zelf ook nog naar op zoek, als ik heel eerlijk ben. Vooral omdat ik constant ontwikkel als persoon en constant nieuwe dingen aan het doen ben. Ik ben natuurlijk nu bijvoorbeeld met een Kawina-project bezig. Dat is mijn roots, de Surinaamse roots, die ik heel erg verwerk in mijn muziek, maar zonder dat ik dat eigenlijk doorheb. Al is het ritmische gedeelte, het vraag-en-antwoord ding. Wat is Kawina? Misschien moet je dat even voor de kijker ook uitleggen. Ja, Kawina-muziek is een Surinaamse muziekstroom. En dat is eigenlijk vooral met percussie-instrumenten, gebaseerd op percussie-instrumenten. En dan zang is heel erg vraag en antwoord. Dus je hebt een liedzanger en je hebt een koortje wat daarop antwoordt, constant. En dat is echt iets wat ik constant in mijn muziek ook verwerk. Maar niet per se het ritmische gedeelte. Maar nu ben ik heel erg gefascineerd door het ritmische gedeelte. En wil dat eigenlijk ook gaan implementeren in mijn eigen muziek, zeg maar. Omdat echt, dat is gewoon wie ik ben. Dat is waar ik vandaan kom. De Surinaamse achtergrond heeft een hele sterke ritmische binding met de muziek. Maar het is niet dat ik een Kawina-album wil gaan maken, snap je? Dus ik ben heel erg aan het zoeken naar hoe kan ik die twee werelden combineren en daar een eigen stijl van maken. Dat is wat ik nu dus heel erg aan het doen ben. Dus ik kan daar niet concreet antwoord op geven. Van want ik vroeg me af, als je als zangeres jezelf wil verkopen, dan zoek je ook festivals, clubs uit waar jij dan past. Ja. En waar pas je dan? Want dan zeg je, ik ben een soulzangeres of ik ben een soulzangeres met Surinaamse roots. Mm-hmm. Dat is best ingewikkeld, of niet? Ja, het is ingewikkeld en tegelijkertijd ook heel mooi, vind ik. Omdat ik gewoon heel veelzijdig ben. Ik kan heel veel doen. En dat is voor een boeker misschien heel vervelend, want waar zet je mij dan neer? Maar in principe kan je mij overal neerzetten. Dat geloof ik ook wel. Super chill. Want je kan mij overal plaatsen en ik weet altijd wel ervoor te zorgen dat ik iemand raak of dat ik harten raak, weet je wel. En dat komt niet per se door de muziekstijl die ik maak, maar gewoon door mijn overgave en mijn bezieling eigenlijk. En dan is het niet per se soulmuziek, maar wel met bezieling gezongen, weet je wel. Dus ik denk dat een meer een voordeel is dan een nadeel. Dat ik gewoon heel veelzijdig ben en wel concreet weet wat ik wil doen, maar daarin gewoon verschillende aspecten heb of zo. Ja, en je sound, jouw zangsound is zo eigen. Zo, ik ken niemand met zo'n sound. Ja, ik ben er super fan van. Thanks. Maar misschien kun je daar ook nog wat over zeggen. Want hoe is jouw sound, ben je daar bewust mee bezig? Nee, eigenlijk heb ik gewoon. Het is een beetje dat rauwe randje wat ik heb mijn stembanden sluiten ook niet goed. Ik heb een afwijking eigenlijk aan mijn stembanden. Het O-benen-effect heb je eigenlijk. De stembanden zijn zo en dan zijn de mijne eigenlijk een beetje zo. Ja, want ik weet dat je best wel ooit een keer een heftig advies hebt gekregen, toch? Van een KNO-arts. Ja, dat klopt. De allereerste keer dat ik naar een KNO-arts ging, dat was vlak voordat ik ging studeren aan de MBO-muziekopleiding. Moest ik een stemcheck gaan laten doen. En die zei toen tegen mij, je gaat nooit een professionele zangcarrière kunnen dragen met deze stembanden. Heb je hem nog een keer ontmoet? Nou, eigenlijk niet. Maar de allereerste keer dat ik op North Sea Jazz stond, dat was in 2015, met mijn eigen band, met mijn eigen show, heb ik een post gedaan in de hoop dat hij dat zou gaan zien. Met deze draag ik op aan die man die toen tegen mij zei dat ik het nooit zou redden. Hier.
Weet je wel? Dat kan echt wel. Weet je wel, maar wat betekent nog even terugkomen op die stemband? Moet je er zuinig mee omgaan? Of moet je er op een bepaalde manier behandelen? Ja, je moet er sowieso heel zuinig mee omgaan. En ik heb eigenlijk mezelf een beetje aangeleerd hoe je daarmee omgaat, als het ware. Maar je hebt heel erg meer je lichaam nodig dan je stembanden. Dus ik haal heel veel vanuit mijn lichaam en minder vanuit hier. Okay. En dat is eigenlijk alleen maar goed, want dan is het minder belastend voor mijn stembanden. En moet ik gewoon heel hard werken. Dus ik ben ook vaak heel erg kapot na een show, lichamelijk. En live gaan wil je nog meer geven. Precies, natuurlijk. En dan krijg je ook nog mee van het publiek en dan wil je nog meer gaan. Dus soms ben ik echt helemaal knocked out. Maar it works, weet je wel. It works voor mijn stem. Maar de stemman gaat dan niet, is niet de wondig kapot of nee, zo? Omdat nee, je die controle hebt. Tenzij ik echt helemaal, het publiek helemaal hem ga erin en helemaal wild ben, dan vergeet ik soms nog wel eens dat ik... Het vanuit mijn lichaam moet halen en dan ga ik te veel. Ja, en dan ben ik even een weekje oud. Dat wel, maar dat heb ik niet zo vaak meer. Omdat mijn techniek, dat zit gewoon nu wel goed, weet je wel. Dus dat kan ik allemaal wel. Maar het is wel gewoon extra opletten, ook met praten. Je moet heel actief praten. Iedereen is altijd een beetje gewend om zo te zitten, weet je, zo. Maar eigenlijk heb ik geleerd dat je altijd heel erg vanuit hier ook moet praten. Omdat praten is veel crucialer voor je stem dan zingen. Praten doe je natuurlijk de hele tijd. En bijvoorbeeld na een show, dan staat de muziek luid en dan ga je... Hé, hey, ja, dankjewel. Precies. Dat is super belastend eigenlijk. Maar het is juist in het moment dat jij wat kalmer aan gaat doen. Ja, na de show moet ik echt even, dat weet mijn tourmanager ook... moet ik echt even een kwartier tot 20 minuten even weer... Net als een workout. Als je een workout out hebt gedaan, dan moet je ook even cool down, toch? Zo doe ik dat ook voor mijn stem. Soms ook even bubbelen. En dan pas ga ik naar voren om... Hé, hey, dankjewel, blablabla. Omdat ik dan ook niet meer in die hype zit van... Maar dat je gewoon even aardt, ook met jezelf. En dat ik gewoon even focus op, oké, mijn stembanden zijn belangrijk. Ik heb ze nog mijn hele leven nodig. Dus even aarden weer. En hoe deed je dat in hele drukke periodes dan? Want je hebt echt met de namen waarmee je hebt gezongen, dat is echt insane. Je portfolio, je cv is echt groot. Ja. Maar dat betekende ook drukke tourschema's. Dus hoe ga je dat dan inpassen als dat een belangrijk aspect is? Is heel moeilijk. Daarin is mijn tourmanager Navita heel belangrijk. Want ik heb haar echt nodig om mij echt terug te trekken, als het ware soms. Of om juist even te pushen van oké, je moet nu wel. Mm. Ik heb bijvoorbeeld 2 tours gedaan met Billy Ocean in Engeland. Als voorprogramma. En dan ga je daarna, moet je echt naar voren. Want die mensen willen heel graag een praatje maken. Ze willen een cd kopen, ze willen een handtekening. En dat is superleuk, maar je bent constant aan eigenlijk. Ja. Je bent constant aan, want je gaat gelijk na je show, ga je naar voren. En dat is gewoon onwijs zwaar. Ik heb het ook echt heel zwaar gehad die tour, omdat je gewoon constant aan het geven bent eigenlijk. Je bent de hele tijd aan het geven en je krijgt heel weinig terug steeds. Dus zijn weinig oplaadmomenten. Ja, je hebt, het is heel moeilijk om daar een balans in te vinden. Dus de tourmanager is de waakhond eigenlijk. Zij is echt heel belangrijk voor mij. Ja, omdat als zij ziet van oké, het is nu te veel, trekt ze me ook weg. Van oké, we gaan weer naar achter, weet je wel. Ja. En als ze merkt van oké, je bent nu weer opgeladen, dan zegt ze oké, hup, aan en gaan als het ware. Dus het is echt, ja, ik kan het niet alleen. Ik heb wel echt mensen nodig om me heen, een goede achterban, zeg maar, die me daarin stuurt. Ja. Ja. Hey, en dan ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar... Kijk, ik vind het heel duidelijk de artistieke signatuur die je muziek hebt. Gewoon de Sarah sound. Maar ik was heel benieuwd, want jouw stem heeft echt een enorm bereik. Van laag tot heel hoog en alles wat ertussen zit, van swoel naar schel. Mm-hmm. Hoe verwerk je dat in die tunes, in die tracks, zeg maar? Ja, het hangt een beetje van de track af, wat er voor nodig is. Ik denk dat ik inderdaad wel een soort kenmerkende sound heb, die er altijd wel is. Maar bijvoorbeeld, als ik een ballad doe, dan... Ik probeer toch wel een beetje dat randje te behouden, van dit is Sarah Jane, de sound. Maar bij een ballad ga je toch wel wat meer gas teruggeven. En dan doe je toch wel wat... Probeer je het wat genuanceerder te houden. Maar als het bijvoorbeeld een flinke funk track is, dan gaat die scheur wel open, soort van, weet je wel. Dus het is, mooi benamen voor je instrument. Maar daarnet, je hebt die ballad gezongen. Ja. Prachtig. En aan het eind ga je toch de hoogte in. Je laat juist dat hele grote bereikje. Precies, heel mooi gecontroleerd. Ja, ik vind het dan toch... Op de een of andere manier leende deze track het er wel voor. Maar het is niet bij alles zo. Het hangt echt van de track af. Wat kan waar, weet je wel? Wat leent zich voor wat, of zo. Dus, en dat is dat ding met... Ik kan zoveel met mijn stem... dat ik per track gewoon een beetje kijk van oké, hier doe een beetje zout, hier doe een beetje peper, hier doe een beetje dit, hier doe een beetje dat. Dat kan gewoon en dat kies ik gewoon op dat moment. Wat ik voel eigenlijk, wat past bij de track, dat voeg ik toe. En hoe groot is dat verschil met als je wel ergens backing zou zingen? Ik bedoel, daar ben je nu mee gestopt, want het is gewoon
Sarah Time, gewoon je bent daar nu mee bezig. Maar als je dat qua verschil kijkt, dus als backing vocalist bijvoorbeeld bij Ronnie Flex en gewoon met wat je zelf doet, wat zijn dan de grootste verschillen tussen die twee als zangeres? Sowieso dat je op de achtergrond staat, denk ik. Maar ik denk dat wat ik altijd heel erg heb geprobeerd als backing vocal is om niet mijn identiteit te verliezen qua als persoon. Dus als je mij vraagt als backing, dan weet je ook dat dit mijn stemgeluid is. En dan weet je ook dat ik... Dat niet gaat veranderen. Dat niet gaat veranderen, maar ook zeker niet in mijn stage presence. Ik ben best wel aanwezig op het podium. Ik kan best wel de aandacht naar me toe trekken. En dat weet je als je mij boekt, zeg maar. Dat weet je ook en daarom boek je mij. Dus ik ben wel... Je gaat me niet vergeten als backing vocal, weet je wel. Sterker nog, het kan zomaar zo zijn dat je mij eerder onthoudt of zo. Omdat ik gewoon heel erg... Ik behoud dat gewoon en ik wil dat ook niet kwijt. Want dat is gewoon mijn identiteit, weet je wel. Op het podium ben ik gewoon een podiumbeest of zo. En dat ga ik niet minder doen. Eigenlijk is er niet heel veel verschil. Nee, eigenlijk niet, maar ook weer wel. Want je bent wel in dienst van, dus je moet wel nuanceren hier en daar. Maar bijvoorbeeld toen ik bij Glennis zong, Glenn, wie wist ook van mij, van luister, dit is Sarah en daar gaan we niet, daar kom ik niet aan, weet je wel. En daar hadden we gewoon een hele goede understanding in. En met iedereen die ik heb gewerkt, die waardeert dat ook gewoon heel erg. Dus ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen, weet je wel. Dat ik daarvoor niet concessies hoefde te maken. Met Glennis of met Ronnie Flex is wel een heel groot verschil voor jou, of niet? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, is zeker een verschil. het is allebei heel anders, maar superleuk allebei. Want met Glennis heb je natuurlijk meer ballet en wat meer ingetogener is zij. Maar die kan ook flink de scheur opentrekken. En zoekt ze jou dan op, bewust, met haar stem ook? Of dat jullie, Ja, je moet echt gaan blenden, toch? Je gaat op een gegeven moment ga je echt zoeken naar, oké, hoe komen we dichtst bij elkaar en hoe klinkt het beste? En ik denk dat dat meer het werk is van de backing vocal dan de artiest zelf. Jij moet je soort van aanpassen, vocaal, aan de artiest. En daar ben ik best goed in om te kijken wat de artiest nodig heeft en hoe kom ik daar het dichtst bij met mijn sound, weet je wel. En mijn sound is mijn sound, maar ik kan wel wat dingen toevoegen om het heel dicht bij elkaar te brengen. En ik denk dat dat belangrijk is voor elke backing vocal, om dat wel te begrijpen, weet je wel. Je moet de artiest waarvoor je zingt, moet je wel begrijpen en je moet wel weten wat diegene stem kan. De dienstbaarheid. Precies. Maar heb je dan bij Ronnie Flex ook de moment om die scheur open te trekken of niet? Nou ja, want er zijn ook solo nummers of duetten die hij dan deed. En ik deed een van de nummers van Tabitha dan. Die ging niet elke show mee, dus dan deed een van ons het. En ik was dan meestal degene die dat deed. En dan had je nog eentje, Luna, die deed dan het andere nummer, weet je wel. Dus je hebt echt wel een moment van shine, als het ware. Dat je echt even voor staat met hem en een duet doet. Maar ook tijdens de nummers van Ronnie zelf, als we gewoon als backing zijn, dan kan ik het niet laten om heel even een ad-libje te doen. Of heel even een ditje of een datje. En Ronnie is dan ook, hoor je wel terug. Ja, je hoort het sowieso terug. En Ronnie is dan ook altijd, van oeh, nice. Weet je wel, speelt hij dan even. Dus hij vindt het ook leuk dat we die vrijheid hebben daarin. Dus ik vind het ook belangrijk dat de artiest met wie je werkt niet vergeet dat jij ook een identiteit hebt en ook een artiest bent, weet je wel. Dus, maar goed, dat hoofdstuk heb ik dus nu gesloten. Hoe leuk ik het ook vind en hoe erg... Ik heb superveel geleerd van al die artiesten met wie ik heb gewerkt. Maar ik denk dat het gewoon tijd is om dat nu zelf eindelijk... Ga je dan zelf backing vocals nemen? Ja, zeker. Ja. En wat voor rol krijg je die dan? Die krijgen een hele grote rol. Die moeten wel zichzelf blijven. Ja, zeker. Zeker. Nee. Omdat ik daar zelf ben geweest, weet ik als geen ander hoe dat te implementeren, zeg maar, in je show. En hoe belangrijk het is dat zij echt hun moment ook krijgen en hun identiteit niet verliezen. Sterker nog, ik wil echt persoonlijkheden. Ik wil niet gewoon twee oetjes en atjes die een beetje, weet je, die een beetje wegvallen. Ik wil echt persoonlijkheden, want dat maakt... Het is meer gelijkwaardig. Precies, en daardoor worden we allemaal sterker. Want als iedereen gewoon zijn eigen ding kan doen, dan is het ook leuker om te doen. Ja. Weet je wel? Heb je dan al een heel goed beeld van wat ze zouden moeten doen in die stukken van jou? Of laat je dat ook over aan? Want je hebt nu nog geen backings, toch? Ik heb nu nog geen backings. Ik heb heel lang met backings gewerkt. Alta en Kimberly, die zingen ook bij Ronnie. Ik weet niet, jij kent de show natuurlijk. Maar de show was echt gebaseerd op ons drieën. Ik werd geboekt. Het was ook Sarah Jane die daar dan stond. Maar mijn vocals, die staan ook niet in een hoekje naast mij. Die staan echt allebei aan één kant. Okay. Wel ietsje meer naar achter, maar ze staan allebei aan één kant. We doen dansjes, ze zijn altijd in beeld. En ik vind het zo belangrijk om
om hun ook die shine te geven. Omdat ze gewoon heel goed zijn, weet je wel. Dus als ik weer nieuwe backings neem, zal ik daar ook zeker over nadenken van, het moeten echt persoonlijkheden zijn. Mensen moeten naar jullie willen kijken ook, weet je wel. Ze moeten niet alleen naar mij kijken, ze moeten naar jullie kijken en ze moeten daar ook een show kunnen zien. Nee. Dus als ze naar die kant kijken, dan zien ze jou ook helemaal losgaan. Horen ze jou ook helemaal losgaan en andersom. Dus ik vind dat wel belangrijk. Dus ik maak mijn eigen koortjes allemaal. Dat doe ik wel zelf. Ook in de preproducties? Ja, ook in de preproducties. De arrangementen allemaal. Maar hetzelfde met de band als met de band. Ik vind hun input ook belangrijk. Dus als je input hebt of als je ideeën hebt, graag zelfs, weet je wel. Dus tijdens de repetitieperiode, dan gaan we daar gewoon induiken. En dan sta ik open voor alles. Ja. Maar ik ben ook heel duidelijk in als ik het niet... Supermooie approach. Een hele mooie humble hero approach. Maar zeker omdat je het zelf hebt meegemaakt, weet je toch heel goed wat het is. Precies. En wanneer kunnen we zo'n album verwachten dan? Dat is een hele goede vraag. ik ga beginnen met singles. Volgend jaar ga ik gewoon weer beginnen met... weer even de aandacht op Sarah leggen. En niet gelijk met een album, maar gewoon met continuïteit. Dus gewoon constant singles droppen. En daarna... Maar in die zin wil je meteen laten zien dat je het anders aanpakt dan de vorige keer. Ja, zeker. Gaat wel echt een heel groot verschil zijn met de vorige keer. Je gaat niet meer van me af kunnen. Ja. Je gaat niet meer om me heen kunnen ook. Hey, sowieso niet. Mensen die kunnen inderdaad niet om jou heen. Het is zo fantastisch. Nee, je bent een van de best geklede humble heroes die we hebben gehad. Dankjewel. En heel fijn om je hier te hebben. En ontzettend veel succes met je solo carrière. We gaan je volgen. Ja, super bedankt ook voor deze kans. Het was echt heel fijn. Ja. Dankjewel.